In deze App for Sales training wordt uitgelegd hoe u klanten kunt beheren en toevoegen in App for Sales. Druk in het hoofdmenu op de knop Klanten. Een overzicht met al uw klanten uit uw ERP-systeem wordt getoond, samen met de basis- en AW-gegevens. Aan de rechterkant zal een kaart te zien zijn met hierop de locaties van al uw klanten. U kunt in- en uitzoomen door te tikken op de kaart of door een zoomgebaar te maken. Door op een pin te tikken wordt de naam van de klant zichtbaar. Wanneer u op zoek bent naar een specifieke klant, kunt u in het klantenoverzicht het zoekveld gebruiken. Voer een eigenschap van de klant in, zoals de naam of het adres en druk op zoeken. Om de selectie te verwijderen en terug te keren naar het volledige klantenoverzicht, verwijdert u de zoekopdracht en drukt u op Cancel. Het volledige overzicht zal weer verschijnen. Bij het selecteren van een specifieke klant in het overzicht zal een klantenkaart worden getoond. Hier vindt u de algemene informatie van de klant, zoals telefoonnummers, contactinformatie en adressen. Ook zal de locatie van de klant worden getoond op de kaart. Door op de naam van de contactpersoon te drukken, zal er uitgebreide informatie verschijnen. Ook is het mogelijk om direct een e-mail te sturen naar de contactpersoon door in het overzicht op het e-mailadres te drukken. Indien nodig kunt u vanuit de klantenkaart ook uw klantgegevens bewerken. De velden met rode letters zijn verplichte velden. Sla eventuele wijzigingen op met de opslaanknop. Met de orderknop kunt u meteen beginnen met het opstellen van een nieuwe order voor de geselecteerde klant. De catalogus zal verschijnen en u kunt producten gaan toevoegen aan de order. Door te drukken op Nieuwe notitie is het mogelijk om notities te schrijven en op te slaan. Nadat de notitie is opgeslagen, verschijnt deze in het overzicht onder de knop Notities. Hier kunt u alle notities van de klant bekijken. Er is te zien wanneer en wie de notitie heeft geschreven en wat er in de notitie staat. Het is mogelijk om de route te tonen naar de klant toe met de Toon routeknop. Indien gewenst, kan er ook naar de klant toe worden genavigeerd. Door te drukken op Navigeer naar zal Google Maps openen en kan de navigatie worden gestart. Hiervoor is de Google Maps app vereist. Ook kunnen de nabijgelegen klanten worden bekeken die zich bevinden in de buurt van de geselecteerde klant. De Ordersknop laat de volledige ordergeschiedenis van de klant zien. De orders kunnen worden geopend en er kan bekeken worden wat er is besteld. Indien gewenst kan de order worden gekopieerd. Alle producten uit de order zullen in het winkelmandje worden geplaatst en kunnen eenvoudig opnieuw worden besteld. Indien aanwezig in uw ERP-systeem is het ook mogelijk de factuurhistorie van de klant te bekijken. Door te drukken op de klanten-dashboard-knop zal er een PDF worden geopend met hierin financiële informatie en orderinformatie. Dit dashboard is niet beschikbaar voor ieder ERP-systeem. Met de nabijgelegen klantenoptie vanuit het hoofdmenu worden er klanten getoond op basis van uw huidige locatie. De radius van de nabijgelegen klanten kan worden aangepast in de instellingen. Er kunnen nieuwe klanten worden toegevoegd aan App for Sales met de nieuwe klantenknop in het hoofdmenu. Ook is het mogelijk om nieuwe klanten toe te voegen vanuit het klantenoverzicht met de plusknop. De velden voorzien van rode letters zijn verplichte velden die dienen te worden ingevuld voor de klant kan worden opgeslagen. Deze verplichte velden kunnen worden ingesteld in de App for Sales portal. Er wordt een melding gegeven indien een verplicht veld niet is ingevuld. Wanneer een klant succesvol is opgeslagen, wordt deze automatisch gesynchroniseerd met uw ERP-systeem. De klantenkaart met de ingevoerde gegevens wordt getoond en er kan direct een order voor de nieuwe klant worden opgesteld met de orderknop.